Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg BOG Regio West heeft woensdagmiddag een aanvang gemaakt met het bespuiten van de scholen in Nigeri met Malathion om zodoende de Aedes aegypti muggenschiet, de overbrenger van dengue en het chikungunya virus, te bestrijden. Het team van BOG Nigeri dat de bespuitingen uitvoert is gisteren in de vooravond begonnen in de westelijke polders op de Delhi School. De coördinator van het BOG Regio West, Antonius Winter, zegt dat het de bedoeling is dat de komende dagen prioriteit wordt gegeven om eerst alle scholen in het reisdistrict te bespuiten, alsook de bejaarden en kindertehuizen. Wij geven prioriteit aan de scholen, de ouderen vandaag, dus bejaardentehuizen en kinderopvang, noem maar op. Daar geven wij prioriteit aan. Dat is wat nu vanaf vandaag gaat gebeuren. Inderdaad. Ja. Vandaag is een begin gemaakt in de westelijke polders. Hoe ziet het schema de komende dagen uit? Vandaag is het nou westelijke polder. Morgen moet het Nieuw Nikeri zijn, Nikeri-omgeving, Nieuw Nikeri-omgeving. En verder gaan we naar het oosten. Winter zegt dat er in de afgelopen maand een aantal chikungunya-gevallen zijn bijgekomen in Nikeri. Was het aantal besmette personen een anderhalve maand geleden nog op 12, nu is het toegenomen met nog 18 gevallen erbij die bekend zijn bij het BOG. Er zijn nu 18 bijgekomen, dus hebben we een stuk van 30 gevallen. Dat is wat ons bekend is. Dus meer moet je dan aan het ziekenhuis vragen, want de dingen worden gerapporteerd naar Paramaribo. En wij krijgen van Paramaribo te horen van dat het om welke ziekte dan ook gaat. Is het ook bekend om welke gebieden het gaat, waar de geïnfecteerde mensen voorkomen? Ja, dat is ons bekend, dus daarom zeg ik u. Wij krijgen adres en alles. En het is verspreid. Het is, ja, de bijvoorbeeld Beatrixweg. Nieuw Nikeri, Van Pettenpolder, Sograpsinstraat, Boonakkerpolder. Dus het is verspreid. Maar toch merken we dat die gebieden nog niet in aanmerking komen om bespoten te worden. Ik zei net, wij geven prioriteit aan de scholen die moeten beginnen. En eventueel kinderopvang, bejaardentehuizen. Dus de meest zwakke personen, die geven we eerst de gelegenheid en dan gaan we terug. Als we onszelf willen helpen, dan moeten wij de waterhoudende voorwerpen wegruimen. Dan kan er wat gedaan worden. Alleen de waterhoudende voorwerpen of moet er meer gedaan worden? Nou, je moet alle maatregelen treffen. Jij moet zijn lichaam leven zodat die muskiet er niet blijft hangen en dus niemand geïnfecteerd wordt. Hoe is het met de voorlichting op dat gebied? Nou, we proberen op niveau te komen. Nou, nog niet wat ik wil. Uh-huh. Maar, wat wilt u precies? Nou, om de mensen de voorlichting bij te brengen en daarom gaan we huis aan huis, om de mensen dat bij te brengen. De bespuitingen gaan vandaag door in op de scholen Nieuw Nikeri en omgeving. Morgen is het oostelijk deel van het district aan de beurt. De scholen zouden op woensdag 1 oktober officieel de deuren moeten openen voor het nieuwe schooljaar. Na rapportages van zijn werkarmen te hebben ontvangen, vonden minister Ashwinadhin van Onderwijs en vice-president Robert Amirali het raadzamer de vakantie met enkele dagen te verlengen, zodat de scholen bespoten kunnen worden met Malathion om het chikungunya-virus te bestrijden.